Morgen. Morgen. Morgen, morgen, morgen. Oh, Jezus. Oh, good morning. Goedemorgen. Hey, bedankt hè. Tot ziens. Ja. Oh. 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 Aha. Nou, we zijn in Rome. Dit is de Colosseum. Ja, klopt. Klopt. En we gaan even naar binnen. Ja. We hebben als goed is kaarten gereserveerd, maar ik heb geen idee of het allemaal gelukt is. Nee, daar komen we vanzelf achter en anders gaan we niet. Tot nu toe is het erg warm, maar wel een mooie stad. Dat dan wel. Ja, we gaan eens kijken of er nog wat van over is aan de binnenkant. Want de buitenkant is een beetje weg. En dit is our second. Ja, we waren hier gisteren al alleen, toen had ik geen zin om mijn camera mee te nemen. Dus ik ga het vandaag hem opnieuw vloggen. Maar gisteren kon ik toch niet naar binnen, dus nu kan ik het hele verhaal pas vertellen. Ja, anders krijgen we weer zo'n half bak vlog, weet je wel. Dus geen zakken. Zo, ik kijk niet uit. Nou, dat was het Colosseum. Nu op naar het Forum. Voor democratie. Democratie. Zijn we? Helemaal. Bij het Pantheon hier ook. Oh. Ja, zijn we hier dan al. Er zijn ook meer hier. Ja. Ja, precies. No, thank you. Oh, een filming. thank you, by the way. Er was een gast die wilde foto's van ons maken. Ja. En dat is hartstikke lief van hem natuurlijk, maar ik was aan het filmen. Dat werkt niet, nee. Dus, had hij heel lang onze tekst mee moeten filmen, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Maar we waren het vertellen, wat is het? Dit is gebouwd van 118 tot 128 voor Christus, dus dat is wel een hele tijd. Oud? Oud, ja, 2100 jaar. Ongeveer. Ja. En nou, Pantheon, de naam, dat staat in het Grieks voor tempel van elke god. Dus je mag iedereen aanbidden die leuk vindt hier. Ook aardig. En dan gaan we nu even binnenkijken. Dan zijn we nu binnen. Ja. Nou, het is wel heel vet, moet ik zeggen. Dus bij de way ook, we moeten even een correctie doen. Wat was dat weer? Nou, ik zei net dat het in 128 voor Christus klaar was. Klopt ook redelijk, maar het oorspronkelijke gebouw dat in het 27 voor Christus, maar die werd 80 jaar na Christus door de brand verwoest. Ah. En toen hebben ze in 125 na Christus een nieuwe gebouwd en daar staan we nu in. Nou, dan gaan we nu even lekker naar kijken. Maar wel leuk. Dat dan wel. Ik wil je graag andere keer zien. En
was gemaakt van allemaal kleine steentjes. En hoe meer je er bij elkaar legt, hoe groter je plein. Oh, really? Dus dat is eigenlijk een beetje het hele idee van dit plein. Hmm. Het heet ook het plein van de vele steentjes. Klinkt als een goed plein. In het Italiaans het Palazzo in Mucho Stenos. Dat dus, zeg maar een beetje Italiaans-Spaans. Ja, ja. Dus, hetzelfde als de Spaanse steps, weet je wel. Die zijn ook... Ah, ja, ja. Oké, okay. Nou dan gaan we maar eens even bier drinken. Ja, weer een mooie videofilm dingen. Videofilm. I always make a nice video. Een lekkere VHS. Kan je zien dat ik nog een lip heb? Selfie stick. Wat. We zijn bij de Spaanse trappen. Die staan hier. En hier staat nog een fontein achter ons, maar ik weet niet precies waar dat voor is. Dit is de Spaanse fontein. We gaan even kijken hier binnen bij het Vaticaan. Ja. We zijn weer in een ander land, jongen. We zijn inderdaad in een ander land. Het is het tweede land dat we hebben. Ja. En we zijn Inga kwijt. Inga is ze liep ineens een kant op en toen zagen we er niet meer, want ze is net zoals ik niet zo groot. We gaan de Sistijnse kapel bekijken. Hij is ook wel leuk. De Sint-Petersbasiliek komen ook straks. Die is daar verderop. Hallo. Hallo. Het object is gevonden. Hallo Inga, we lost you. Hello. There's a fly on my... Here it is. Let's go inside. We gaan nu uit Rome weg richting Florence, maar we staan in de file, dus we gaan nog niet weg. We gaan nog niet lang. Ja, we zijn op weg naar Florence en dan gaan we daar weer eens eventjes een nachtje of misschien iets meer of nachtig naar kijken. Hebben we ook de beste dag gekozen om weg te gaan, want het begint nu ook gewoon een beetje bewolkt te worden. En trouwens, we zijn niet met z'n tweeën hoor, want ik... Ja, Tom en Inga die wilden graag in Rome blijven. Hallo Inga! Goed job. Ook wel van een aardige poes, of niet? Nou. We zijn op weg naar een wine tasting, als het goed is. Als we niet het restaurant gemist hebben, gaan we gewoon ergens voor zand en gaat het crossen zijn. Nou, de wijntjes worden daar al geprepareerd. Oh, wauw. Ook niet verkeerd. Stop even. Ik heb het idee dat het daar is. Nou, daar zijn we dan. Ik ben benieuwd. We had a little trip from Rome to Florence. San Lorenzo. We made from a 3-hour trip, we made like 6 hours or something. Yeah. Nou, dan gaan we even kijken wat hier allemaal te zien is in Florence. Tot nu toe vinden we het hartstikke mooi. Maar ja, ik ben benieuwd. We'll be right back.
zijn nu bij de Cattedrale de Santa Maria di Fiore. Zo heet hij echt, maar de meesten noemen hem de Duomo di Firenze. Ook een leuke naam. Die is, even kijken, bij mijn speakbriefje. In 1296 begon ze met bouwen. En in 1436 was hij klaar. Dus anderhalf jaar. Anderhalf honderd jaar. Maakt mij niet zo uit. Maar dat was het dus. Nou, hoe heet deze paal ook weer? De paal weet ik niet. Duomo Santa Maria del Fiore. Is Santa Maria del Fiore. Een hoge paal. Wil je het vooral horen over de Ponte Vecchio? Ja, dat wil ik wel. Nou, Tom, wil jij ook horen wat het verhaal is van die Ponte? Hier liep vroeger gewoon iedereen overheen een beetje zijn baard te verkopen. Maar hierboven, en dat zie je daar, zie je een heel mooi gangetje boven de mensen. En daar liepen de rijkelui. Zodat ze niet tussen het gepurple hoefden te lopen, hè? Dat is eigenlijk het verhaal van deze man. En leuk is ook nog dat die gang helemaal doorgaat tot verder het museum in. Dat is best wel grappig. Dit is de Pitti Palace. En het grappige hiervan is dat die gast die dit gebouwd heeft, die vond bij zichzelf van ik ga even laten zien hoeveel geld ik heb, dat ik meer geld heb dan de Medici. Maar voordat het pand af was, was het al, tenminste was hij al dood. En toen ging de hele familie naar de tering, had ze geen geld meer. En toen heeft uiteindelijk de Medici uiteindelijk een ton erover gekocht, dus dat was best wel grappig. Gaan we nu eens even van dichterbij kijken. Ik was even een mooie pika aan het maken. Ik zie je natuurlijk geen reet van, maar toch ga ik het proberen. Wauw, die green screen hebben we erin. Volgen deze jongen op een reis door Italië. En hij is nu bij het Pitti Palace in Florence. Volg deze vijfdelige documentaire serie bij de NTR op de NPO 1. De avonturen van Ed Leuter bij KRO. Inga is helemaal alleen in Florence. Zij is niet vaker alleen in Florence, alleen deze week. Hallo Inga, ben je alleen in Florence? Sinti Capitale. Ze is alleen in Florence. Dit is het verhaal van Tom. Ik ben de weg kwijt. Tom is de weg kwijt. Ik ben helemaal de weg kwijt. Moet naar links. Okay. And then the moment he met the
uit vertrokken. En dat mocht ook wel, want het was daar heel erg regenachtig. Ja. En nu zijn we in Bologna. Het is wat te zien, is een kerk die half af is. Ja. Dus even kijken of Bologna wat te bieden heeft. Blijf hier niet lang, een paar uurtjes, en dan gaan we verder naar Verona. Verona. Alright. Nou, dan zijn we nu bij het Gardameer. Dat gaan we zo laten zien. Maar iets verrassends is, niet in een hotel of iets dergelijks, maar een mooie mobile home. Oh my god, Thomas. How are you feeling? Ja, lekker. Ik heb een biertje. Ik zit lekker onder een overkappingje. Lekker man. Gewoon een lekker vakantiegevoel. Zag zo die boelen, een beetje kaartje leggen. Regen erbij. Ja. Lekker met de buren, barbecue mee. Eitjes nog eens. Nou, dus hier vertoeven we voor twee nachten. Goed een biertje, Erik. Lekker, lekker. We zijn nu vanuit onze camping zijn we naar Verona gereden. 30 minuutjes. Superleuk. Yes. Het is de plek van Romeo en Juliet. Ja. Dus gaan we vandaag niet thuis? Nee, ze zijn niet thuis vandaag. Maar we gaan zo meteen even kijken naar de one and only balcony. Right, Inga, you want to go to Romeo and Juliet, right? Yes, please. Okay, let's go there. Let's go there and do some gambling. Dat is echt een super lelijk balkon. Maar oké, het is het balkon. Let's go away! We gaan verder, want het is echt het minst mooie wat we hebben gezien in deze hele stad. Het is wel overhyped. Het is een beetje jammer. Ik voel dat ik het al gezien heb. Ja. Het is een beetje een slappe aftreksel van het Colosseum, hè? Ja, weet je wel, ja. Van, nou, wij willen ook meedoen, maar dan toch maar net niet. Maar het wordt blijkbaar gebruikt, want er zit een dikke vette opera nu naar binnen. Leuk, ja, man. En daar loopt de Romein. Angarno. Nieuwe plek, nieuwe kansen. We zijn nu in de buurt van Venetië. Morgen gaan we Venetië bekijken. Nu gaan we even kijken in wat voor huis we zitten, want we hebben echt een huis nu. We zijn gedowngrade van zaakkerker van tot groot huis. Precies, het is gewoon een downgrade dit. Het is echt gewoon een downgrade. Maar ja, dit is dus de woonkamer. Super de bank ligt al beter dan mijn vorige bed. En dan gaan we nu naar het belangrijkste hok. Hier. Washing machine with a personal maid, nice. En dan gaan we nu naar onze personal garden. Super groot, hier echt super groot, hè? En een jacuzzi, alleen die jacuzzi die doet het niet. Dus dat even jammer. We zijn in Venetië op het San Marco. Plein. En bij de
Manke de Pint. Basilicum. Die is daar. Basilicum. Dit is de Basilicum. Hier is een mooie toren. Nou, ik zie jullie later. We zijn in San Marino, ja. En het is ons derde land eigenlijk in dit mooie reisje. Ja. En we moeten opschieten met praten, want er komt nu een hele band aan. Dat gebeurt hier de hele tijd überhaupt al. Er komt allemaal van die speciale dag, ze vieren dat wij dat wij hier zijn, denk ik, ja. Super grappig. Een delegatie vanuit Letland en Nederland. Ja, dat komt niet vaak voor het. Ik vind het een leuk stadje dit. Ja. Het is echt super. En best goedkoop. Okay, daar komen ze hoor. Ja, ze lopen niet zo heel snel. Nee, maar ze gaan gewoon muziek. Maar we gaan nu even over tot een muzikale encore. Intermezzo. Intermezzo. Ik denk dat dit de wekelijkse viering van de woensdag is. Ah, dat is natuurlijk de laatste woensdag van de week. Ja, precies. Dus dat moet je wel even vieren. Oh, het is eigenlijk afgelopen. Ja. Nou, dat was onze San Marino ervaring. Ja, misschien dat we zo nog meer gaan ervaren, maar dan als het volgende filmpje ergens anders is, niet. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Gefeliciteerd, jongen. Thanks, en dat op deze plek. Ja, moet je kijken. Dit is ons huis. In the middle of nowhere. Proost. 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 Cheers. Cheers. To many years. Goedemorgen. We zijn ergens in de middle of nowhere van Italië beland en we hebben echt wel iets speciaals dit keer. Laat ik gewoon bij het begin beginnen. Hier is slaapkamer nummer 1.
woonkamertje met de keuken erachter. En slaapkamer nummer 2, waar onze grote vriend staat, die jarig is vandaag. Hey. En moet je eens even kijken, dat is echt een ballroom. Niet normaal. Met open haard. Met open haard en dingen. Kijk dan, top. En dan gaan we even naar buiten. En dat kan nog wel even duren, want het is vrij groot. En daar hebben we dan, hier is de buitenkant van het huis. Met dikke vette pool. Look at it. Dus ja, er zijn slechtere plekken om te vertoeven, zou ik maar zeggen. Hè? Well, guys, cheers. Cheers. Proofs. Say your 25th birthday! Oh, I put the candles on, but yeah. The wind was like that. Oh, I had no clue. That was the idea. No, when we were at the store just now, yeah. I was like, just enjoy him. I was like, come on, bought a cake, bought a candle, bye. He was like, I'm making cocktails, goodbye, but he didn't make any cocktails. Nice. Oh, cool, let's enjoy. Yes, I'll get some plates. But he bought it and then he put it like what? Yeah, in a trunk. In a trunk. Straight away, already. While I quickly ran to you to be sure that you're not coming our way. Boss. Cool. There is a whole compartment in the trunk. Normally you know where the spare wheel is, but where you don't have a spare wheel, so he put it there. It were a pretty good 2 weeks, right? It were busy weeks, but we ended pretty well, right? Yeah. The first 10 days were pretty hectic. Lots of walking. Yeah, lots of walking. We had like, the first day was like 25,000 steps, right? 28,000 steps. This Luckily it went down from there, so. Yeah, that's true. Today was 28 steps. Yeah. Today we did nothing except driving. But we had a pretty nice drive because we went to all these different countryside. Yeah. The best conclusion to this holiday is it was successful. When we will do it again? Well, yeah.
Well, thank you for watching and see you later. Banjarno. No. Arvidashi. Banjarno and Arvidashi. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Later. Bye bye.